Ja, jullie zullen het wel gehoord hebben op tv of gelezen in de krant. En het is al een hele tijd is het gaande. En ik had het gerucht al een paar weken geleden, werd ik al erover gebeld. En ja, daar komt een groot stuk aan in de Volkskrant. Ja, over Matthijs van Nieuwkerk. Ja, ja. En dat schijnt volgens de berichten vernietigend te zijn. En dan gaat het dus over bij Van Nieuwkerk, dat hij dus niet zo aardig is als iedereen denkt. En het rare is, ja, het vervelende is, wat ik nu moet doen, vrienden. Ja, dat is, ik ben helemaal geen fan van die Matthijs van Nieuwkerk. Nee, totaal niet. Nee, ik vind dat allemaal iets te veel grachtengordel en iets te arrogant allemaal. Dus ik heb daar niks mee met die Van Nieuwkerk. Maar toch moet ik het een beetje voor hem gaan opnemen. Ja, want die Volkskrant, die, er zit dus iemand, kennelijk, die moet eventjes een rekening vereffenen bij de Volkskrant. Ja, en die hebben dus besloten van, we gaan die Van Nieuwkerk even een stuk maken. En dat gaat dan onder het kopje van zogenaamd grensoverschrijdend. Maar daarmee bedoelen ze dus eigenlijk dat hij dus te veel een hork was tegen zijn mensen bij het programma, zeg maar, De Wereld Draait Door. Dus, weet je, af en toe ging hij gewoon enorm tekeer natuurlijk. En dan schold die mensen uit. En als het niet goed was, dan kregen ze ontzettend op hun flikker. En die mensen die allemaal op hun flikker hebben gehad, die hebben ook allemaal nog een rekeningetje openstaan. En het is niet zo moeilijk voor de Volkskrant, want je vindt er altijd wel een paar die eventjes verschrikkelijk vervelende dingen willen zeggen over Matthijs van Nieuwkerk. En dat doen ze dus nu. Nou ja, en waar gaat het dan over? Dat hij een eikel is geweest, een hork, onsympathiek, weet ik veel. Noem al die dingen maar op. Ja, en? Daar kan je over heel veel mensen wel een verhaal gaan schrijven, wat zogenaamd dan grensoverschrijdend is. Wat dacht je van Johan Cruijff? Nee, die is leuk geweest. Moet je vragen aan Frank Rijkaard en Marco van Basten. Nee, die was gezellig als trainer. Wat denk je van John de Mol? Wat denk je van Joop van den Ende? Hoe vaak die mensen heeft uitgescholden en beledigd. Wat denk je van elke tv-regisseur vroeger? Wat denk je van grote zakenmensen? Hoe vaak die mensen dwars door muren heen hebben geblazen? Maar over mij zou je ook makkelijk zo'n verhaal kunnen schrijven. Ja, echt waar. Ja, ik ben vroeger ook, was ook niet de gezelligste. Nee, want ik zei altijd tegen mijn personeel van, ik zei, ja, luister, en de mensen die voor mij werkten, ik zei, ja, als jullie je werk gewoon goed doen, dan ga je mij niet horen. Ja, en als je fouten maakt en je loopt te schutteren en te blunderen, ja, dan word ik woedend, ja. Dat gaf ik van tevoren al aan. Ja, want je bent elke week sta je in de spotlight. Elke week moet die lat hoog blijven. Ja, en Van Nieuwkerk had dat ook. Die had dat elke dag. Elke dag moest die lat hoog blijven. Ja, en dan ben je soms een beetje ongezellig. Maar ja, we hebben nu die tijdgeest van dit moment. En dat kan het kennelijk allemaal niet meer. Dan mag je dus niet meer mensen op hun plaats zetten. He, dat hebben we pas geleden ook weer gezien met Ariep. Dat gaat dus niet meer. Dus je moet alles doen met fluwelen handschoen. En je moet, oh ja, neem me niet kwalijk dat ik even vraag of u uw best gaat doen. Dat is het tegenwoordig allemaal een beetje. Nee, je mag niet uitvallen, want oh jee. Want dan wordt de werkvloer wordt onveilig, vrienden. Onveilig. Zo onveilig. Onveilig is dat je het met je buurvrouw doet zonder condoom. Dat is onveilig. Wat nou onveilig? Ja, en dan nog even wat over die Van Nieuwkerk en die Volkskrant. Kijk, die Matthijs, dat is al enorm grachtengordel. Weet je al, dat is al NRC en Volkskrant en Parool. En oh, die is helemaal lid van de secte. Maar wat gebeurt er nou? Nou gaat die eigen Volkskrant van hem, die gaat hem gewoon helemaal afbranden en vernielen en imago-schade opleveren. Ja, dus wat zien we hier? We zien hier een enorme ruzie binnen de secte. Ja, het is eigenlijk een broedermoord. Dat is wat we hier zien binnen de gordel. Ja, dat is wel mooi natuurlijk. Ja, dus vrienden, al met al zou ik denken bij mezelf, hey,
Jongens van de Volkskrant, dit is enorm flauw.